dacht dat ik het herkende, maar ik wist er weinig van. Vaak doorheen gereden, als ik weer eens verder wilde gaan. Dan die velden en bossen, langs Brouwerij de Gouden Leeuw. We houden over, als je bent uitgeschreeuwd. Het oog ziet ineens, wat al lang haar kennen zien. Wat is er nou veranderd? De pen dezelfde wel misschien. En als je deur hebt... Ja, dan heb ik toch echt mijn best gedaan om hier in het geheim naartoe te rijden. Omdat ik het idee heb, en dat bleek ook wel weer, dat het klopt, dat je redelijk populair bent. En dat ze wisten, want ik had het één keer vandaag verteld, ik ga vanavond met een zekere meneer Roy praten. En toen waren ze meteen allemaal jaloers. En ik denk, oh god, ze gaan achter me aanrijden. Maar het is niet gelukt. Want je hebt hier alweer handtekeningenjagers ja, gehad. Ik heb ze net... Wat ik dan wel eventjes me afvraag, is het nou JW? Is het JW? Is het Jan Willem? Wat zei je moeder eigenlijk? Die zei Jan Willem, zei ze. Jan. Ja, ja, het is Jan Willem Roa. Ook eigenlijk is het een oude Franse spelling. Dat was vraag 2. Oké, want dat is in de streek, weten ze wel, in Knechtsel en omstreken weten ze wel dat mijn naam Roa is. Maar toen ik dus muzikant werd, toen zei de platenmaatschappij, ja maar Roa, en er staat R-O-Y, dat wordt niks, dus dan noemen we het Roy. Nou ja. En bij de tandarts zeg ik ook altijd maar Roy, want dan zeggen ze, wat zegt u? Het is gewoon een moeilijke achternaam. Maar het is Roa, Jan Willem Roa. En dan hoorde ik straks op een Facebook filmpje, zeker meneer Henst, die heeft het nou over R-Roa. Die zegt ja. Het nog nadrukkelijker. Ja. Geweldig is dat. Roa, ja zoiets. Ja. Maar ik las ook iets van Hiwi Roy and the Royal Family. Ja, hoe kom je daar nou toch bij? Ja, ja, de Royal Family natuurlijk van Royal en van mijn achternaam. Maar dat was, daar hebben we 2 albums gemaakt met in het Engelstalige. Want ik heb eerst 4 Engelstalige platen gemaakt, toen 4 Nederlandstalige. Toen 2 Engelse weer en nu weer een Brabantstalige. Dus ik switch nog alles en als het Engels is, dan hebben we de Royal Family of weet ik veel, dan hebben we een band. En nu is het weer gewoon Jan Willem Roa. Ik ben helemaal naar Versum gereden, maar ik had steeds Knechtsel in mijn hoofd. Wat zitten we hier te doen? Ja, kijk, in Knechtsel, daar ben ik opgegroeid en daar woonden mijn ouders. Maar die zijn allebei dood. Het huis is verkocht, dus ik heb daar geen plek meer. En al voordat mijn vader overleed, dat is de laatst levende ouder, toen was ik in samenwerking gegaan met de mensen van Beerzebier, waar we nu zijn, in Vessen. En daar is een hele goede klik. Zij werken min of meer op dezelfde manier als ik, zeg maar. Klein bedrijf. Ik ben niet een bedrijf, maar we proberen hele goede kwaliteit te maken en het op een familiaire manier te doen. En dat doen zij ook. Ik heb een soort tweede huis gevonden in de Kempen, omdat ik in Diemen woon. En dat is hier in Vessen. Ik mag hier altijd langskomen, mensen uitnodigen en ja, gewoon geweldig. Heb je dezelfde relatie als die frietboer in Knechtsel waar je altijd gratis friet kan? Ja, nee, maar dat was mijn pa. Hè. Die kreeg zijn hele leven gratis friet. Ja, die had het huis, want mijn pa die was slager van origine. Ja. Toen werd hij ziek en kreeg hij blaaskanker. Toen werd hij afgekeurd en toen is hij, omdat hij niet stil wilde zitten, is hij huizen gaan schilderen. Dat kon niet goed. En ook bij de frietboer in Knechtsel, de weefkamer. En toen hadden ze de deal. Zo, vanaf nou, dan rekenen we niet af, maar dan kun je je hele leven gratis friet halen. Jij hebt zelfs over Vessum een liedje geschreven, ja? De negende zaligheid. Maar waarom heet het... Ik heb, toen ik hier kwam wonen, toen las ik Wintelree en ik telde alle 8 zaligheden. En ik denk, het klopt niet, er zijn er maar 7. Ja, dus hij zei, ja, maar je zegt het verkeerd, want het is Wijndersel. Wijndersel, ja. Maar waarom heet dit dan geen Vessel? Nee, maar dit is door mijzelf toegevoegd als zijn negende zaligheid. Omdat ik denk van, nou, dus in de camp, het ligt tussen Wijndersel en Duizel en Eersel in, Knechtsel. Eigenlijk ligt Wijndersel er verder bij, maar goed, het doet er allemaal niet toe. Ik vond gewoon dat Vessum, ik vind het zo'n mooi dorp. Ik heb het zo leren waarderen, omdat ik er nu vaker kom, omdat ik bij de familie Beerzen kom. Ik denk, ja, we gaan een liedje maken. En zij worden de negende zaligheid, door mij benoemd. Dus het is niet officieel, maar wel officieus.
En dan die bomen met de kermissen, ja. Die ze volgooien met wc-papieren. Ja, oh ja. Ja, dat, hier op de hoekje precies, ja. van de Wilhelminalaan. Dat doen ze, ja. Dat doen ze, ja. Helemaal vol, zo prachtig gezicht. Singer-songwriter. Ja. Hoe word je dat? Ja, dat is wat, hè. Ik denk dat... ik dat wist al heel snel dat ik liedjes wilde maken, zeg maar. Ik heb een gitaarles gekregen van mijn jeugdvriend Ruud van den Boogaard in de zesde klas, lagere school in Knechtsel. En toen ging ik gelijk al eigen melodieën verzinnen en zingen en op die paar akkoorden die ik kende. En ik vind het nog steeds het mooiste wat er is. Ik bedoel, ik vind optreden leuk, maar het schrijven van een liedje als dat lukt, is zo geweldig. Het is zo leuk. Ik lees ergens van jou een quote, hè, van, en dan begint de dag met een blanco bladzijde. Ja. Klopt. Fantastische quote is dat. Ja. Zeg die nog eens even. Je begint de dag met een wit papier en aan het einde heb je er een song op staan. En dan, ja, dat is een magisch moment, want er zijn al zoveel songs geschreven met dezelfde akkoorden, weet je wel. En toch, als je het in ongeveer 150 woorden, hè, is een liedje. Want ik heb nu verhalen geschreven, dat vond ik wel een stuk moeilijker. 150 woorden. Op een melodie, 3 minuten, probeer je een verhaal te vertellen. En als dat lukt, dan is het meest gelukzalige van een songwriter, zoals wat ik ben, liedjes schrijven. Een soort geboorte of zo? Ik denk het, want ik heb nooit niet gestudeerd, maar ook niet voor muziek. Dus, over studie hebben we het zo. Every Time I Think of You. Ja. The Babies. Goed, man. Ja. Een vreselijke naam van een band. Ja, vind ik ook. Een waanzinnige club, hè? Ja. En een superlied, hè? Ja. It always turns out good. Every time I've held you, I thought you understood. Maar ik heb het nou constant in mijn kop, hè? Want ik heb me natuurlijk zitten voorbereiden op dit... Goed gedaan, op dit goed gesprek. Dat je die hebt. Maar wat ik vond trouwens ook, die zanger was zo'n ielige fan met dat sluike haar. Maar wat ik heel stoer vond toen al, had hij oorringetjes in. En oogschaduw? Ja, had hij ook, ja. Ja, klopt. Maar dat liedje is zo fantastisch. Ja. En die triggerde mij meteen, maar ook van Meatloaf, weet ik nog. Dat was ook in dezelfde periode. Ja. Time Out of... Bad Out of Hell. Bad Out of Hell, ja. Geweldig album. En André Hazes, dat zijn eigenlijk mijn, en John Denver, dat zijn mijn beginsels, zeg maar. Ik vond echt dat ik was het helemaal vergeten. Ja, goed, ik denk, oh man, wat is dat goed, en het komt langzaam op. Ja. Oh, en dan komt hij nog een keer, ik krijg kippenvel als ik aan denk, prachtig nummer. Hoe reageerden trouwens jouw ouders op dat jij zo verschrikkelijk graag iets met zingen wilde doen, met muziek? Nou, in het begin dachten ze, daar waait wel over, denk ik. En ik weet wel dat, we hadden een slagerij, dus er werd ook wel eens gesproken van, zou je die overnemen? Ik zei, nee, want ik word muzikant. En toen zei mijn moeder, die zei dan van, ja, maar daar kun je geen droog brood in verdienen. Ik zei, maar dat maakt niet uit, ik wil toch muzikant worden. En uiteindelijk leef ik er nu 25 jaar van, zeg maar. Ben je zo begonnen, ging het goed, nu is corona geweest, dus liggen we daar ergens, maar goed, dat is dan. En... Allebei hebben ze wel meegemaakt dat het gelukt is, dus daar waren ze allebei ook wel trots op. Maar ze waren niet zo van, moet je doen, dat hadden ze niet. Hoe heb jij dat geflikt om want je zegt, ja, ik was niet zo'n studieman. Je hebt overigens wel de slagersvakschool gedaan in Tilburg, hè? Ja, het eerste deel, zeg maar. Het bestaat uit 3 delen, ik heb het eerste deel. Dus, want ik heb tijdens corona nog overwogen, zou ik weer slager worden? Want ik had niet alle papieren om een winkel te beginnen. Dat ga je natuurlijk niet... Minstens als diploma ook nog, hè? Ja, dat moet ik ook nog halen dan, ja. Maar, want als je slager, dan moet je toch een hoop technische kennis ook hebben? Ook van de dieren? En... Ja, zeker. Maar dat weet ik ook nog. Want ik kan... Ja, het is niet om het een of het ander, maar ik kan vrij goed masseren. Als mijn vrouw of mijn dochter het in de nek hebben, ik weet gewoon alle spieren te lopen. Want de anatomie van een vark is identiek aan een mens. Dus ik weet gewoon precies waar de botten en spieren en pezen en kapsels zitten. Het zou ook zo zijn met hartkleppen. Ja, dat is ook zo. Ongelooflijk. Hey, hoe flikt je dat? Geweldig. Hoe flikt je dat met noten leren? Ik kan geen noten lezen. Maar houd toch op. Nee, dat kan ik niet. Ik heb ook nog nooit... ik kan alle liedjes die ik ken of gemaakt heb ook voor anderen.
die zit alleen maar in mijn hoofd. Ik heb ze nooit opgeschreven. Alleen de teksten wel. Maar ik kan geen noten lezen, nee. Dus ik maak melodieën over akkoorden of eigenlijk altijd over gitaar en heel soms piano. Of in mijn hoofd. Ik racefiets nogal en dan kun je ook gewoon af en toe afstappen en dan heb je weer een melodietje. En dat is eigenlijk componeren. Maar voor dit, de laatste, het Koude Kermis album heb ik wel, omdat we niet konden optreden, had ik opnameapparatuur gekocht. En heb ik voor het eerst ook doorgecomponeerd in arrangementen en tweede stemmen en zo. Normaal was dat gewoon, doen we dat in de studio. En nu heb ik dat allemaal zelf thuis gedaan. En dat vond ik ook heel leuk. Maar ik kan het niet uitleggen aan een ander. Ik kan het alleen maar laten horen. Ik probeer me voor te stellen dat jij dan aan het fietsen bent. Hè? Ja. Want je bent aan het trainen voor de koers van de ongeschoren benen. Hè? Ja, daar ben je van bezig. En dan rij je net de Keuterberg op. 16. Dan heb ik geen lucht meer hoor. En dan sta je erboven en heb je een liedje in je hoofd. En dat neur je dan en neem je op? Dan pak je telefoon, er zit gewoon die functie memo. En dan zing ik. Ik heb mijn telefoon vol staan met halve flarden stukjes. Ja. Ja. Dat gaat gewoon altijd door. Dat is het. Wat ik heel apart vond, en dat moest ik denken aan wat ik wel gehoord heb van buren. Dat hier de nonnen in het verleden, kinderen die links waren, die probeerden ze rechts te laten schrijven. En tot groot verdriet, hè, en tot grote spanning ook. En wat hebben ze jou geflikt? Ja, ze hebben mij links laten schrijven. Ja, op de gitaar? Ook. Ja, dat heeft Ruud gedaan. Dat is eigenlijk Ruud's schuld. Ja, maar ik moet zeggen dat daar kon ook niks aan doen. Want ik ben dus linkshandig. Op school mocht ik wel links schrijven. Ik kan er niet veel van schrijven, want dat is heel, heel slordig. Maar toen pakte ik die gitaar en ik wilde zo doen. En toen zei Ruud, ja, die was ook 13 toen, net zoals ik. En zei, nee, dat moet hem zo vasthouden. Oké, ja. Hij kon al spelen. Dus ik heb het zo gedaan. En soms zijn er dagen dat ik denk, Dan klopt het niet, want dit is eigenlijk je ritmehand, zeg maar, zou dat van mij zijn. En nu staat deze en soms, dan doet hij niet echt mee. I can see in your eyes what's going on, pretty lies, you're lovely. But your smile says it all. The king of hearts, drunk and cool. A slick dresser and a rock star too, but baby, I ain't no fool. Ik vraag me dan af, hè? Dan denk ik aan wat ik persoonlijk een van jouw prachtigste liedjes vind. Als je ooit, ja. Vooral als jij het zingt, niet in het PSV-stadion, vind ik helemaal niet. Nee, dat is het. Daar heb jij de muziek geschreven. Mm-hmm. Gerard van Maasakkers die schrijft dan de tekst. Ja. Hoe, vertel nou eens precies hoe dat is gegaan. En dan mag je het, hoop ik dat je het straks nog een keer wil spelen. Oh, ik zal dat zeker spelen, maar het is op. Hoe gaat dat? Hoe ging het? Hij kwam bij jou, jij kwam bij mij, of jij kwam bij hem. Hoe ging dat? Ja, nou dat ging zo. Ik had een Engelstalig album gemaakt. Deeper Shades heet dat. Dat is in 1999. En daar staat een liedje op, dat heet Broken Wings. Dat is Engelstalig. En dat is later als geooid geworden. Dus Gerard hoorde dat liedje. Oh, vind ik dat een mooi liedje. Omdat het zo'n korte zinnetjes zijn, zei hij. Normaal maak ik van langere zinnen, mag ik dat eens vertalen. Ja, is goed. En dus Gerard heeft het vertaald, maar eigenlijk is het een nieuwe tekst geworden. Hij komt met de hoek, zoals we dat in de muziek noemen, of de quote, of de als geooid. Ja, maar Asche ooit is gewoon, dat is een heel boek, dat is gewoon al geweldig. En daar op die melodie die ik al had, en hij maakt die tekst, en het was gewoon meteen klaar. Het is bijna geen tekst, maar het zegt alles, hè? Ja, het zegt heel veel, ja. Daar had ik ook in woedend hart en dan denk je, oh ja, Elvis Presley. Ja, dan zit je in woedend, dan zit je in Elvis. Fantastisch is dat, hè? Ja. Maar dan komt hij dus bij jou, of dan je zit bij elkaar, en dan zit je, en dan denk je, oh zo, en dan, duurt dat dan lang dat hij is dan? Maar hij vroeg dus, vind je het oké als ik daar eens iets probeer in het Brabants van te maken? Dan zeg ik, ja, dat is goed. En eigenlijk vrij snel, toen had hij die tekst, dan had ik hem aan de telefoon of weet niet, en toen, of ik was bij hem, dat weet ik niet meer. En toen zong hij dus met mij samen over die melodie, die nieuwe tekst, Asche ooit. En toen gingen we samen zingen, toen dacht ik, ja,
Dat klopt helemaal. Dat is hartstikke mooi. En dat was eigenlijk het... Al was Gerard er niet geweest om die tekst te vertalen, had ik misschien wel nooit in het Brabants gaan zingen. Want ik zong tot die tijd altijd in het Engels. We komen daarop terug. Ja. Wat is jouw boodschap? Oh, ik heb niet zo'n boodschap. Nee, ik kan... Ik heb er wel overal een mening over, maar ik heb geen boodschap. Want dat vind ik net te ver gaan. Maar als het er dan één moet zijn, en dan zeker in deze tijd, denk ik van, zorg wat beter voor elkaar. Maar dat zit niet per se in mijn liedjes. Maar dat is wel wat ik voel. He, als ik kijk naar de jeugd nu, geen kans heeft op de woningmarkt en scholen is moeilijk. En als je van school komt, heb je 30.000 euro schuld en in Groningen... Met het gas. Ik vind het gewoon een beetje hard. En dat mijn boodschap zou zijn, zorg wat beter voor elkaar. Maar dat zit niet per se in mijn liedjes. Nee, maar als ik even terugdenk aan de liedjes die ik ken, dan hoor ik dat er wel uit. Ja, er zit een klein, ik denk wat kleiner, dan wordt het wat groter, denk ik eigenlijk. Voor wie zing jij? Ja, dat, misschien wel in eerste instantie voor mezelf. Het is voor mij echt een... ik ben zo blij dat ik dit heb, dat ik muziek kan maken, dat ik kan schrijven. Want bijvoorbeeld mijn moeder was overleden en ik schreef in dezelfde week een liedje daarover. En niet dat ik daar dan denk van, oh, dat vinden mijn familieleden leuk of zo. Dat denk ik helemaal niet. Het geeft mij... ik kom in een diepere laag van de emotie, zeg maar. En dat is ook wat me zo toch wel gestoord heeft de afgelopen jaren. Dat ze zeggen in de politiek, ja, maar in de cultuur, dat doen we even niet, hè? Even gechargeerd. Maar als je ziet, als je naar een bruiloft gaat, of naar een begrafenis gaat, of in een café staat, of een film kijkt. Muziek is altijd de emotie die jou de vrijheid geeft om te voelen, zeg maar. Want als je in een begrafenis bent, en het liedje van het geliefde liedje van de overledene wordt gespeeld, dan durft iedereen een traan te laten. Omdat het net drukt op... Het geeft een soort vrijheid. En dat... dus het is heel belangrijk. En zo zie ik het. Hoe kwam jij toch ooit op dat festival in Austin? Ja, dat is een hele goeie. South by Southwest, dat was 1994, hè? Dat was nog voor... de cd was denk ik net uit. En ik had een, dat was een man, Wim Reijnen uit Eindhoven. Die had mij gezien, die vond het leuk wat ik deed. En die kende, die zat al in de muziekindustrie. En die zei, ik ken een paar gasten in Texas en wat jij maakt past daar wel. En ik had nog geen echte opnames. Hij heeft een cassettebandje opgestuurd naar daar. En toen kreeg ik de uitnodiging, toen ben ik daar naartoe gegaan. Omdat ze het tof vonden. Nu komen er 100, hè? 100 bandjes, hè? Ja, Jezus, hè? Toen al veel meer. En nu kom je er al helemaal niet meer terecht. Maar het was... het festival is enorm uit groot geworden. En nog steeds. Ja, het is een waanzinnige stad. Om als je van Amerikaanse muziek houdt, een Americana, country-achtig, een beetje Outlaw, Towns Van Zandt of Chris Christofferson. Ja, dan dat is alsof je in een snoepwinkel binnenloopt. En dat... Ja, dus het was voor mij een droom om daar naartoe te gaan. Jouw uitleg, want ik heb dat ook gehoord, ik heb die podcast beluisterd met Erik-Jan Harmsen. Ah, ja. Heel interessant, heel mooi, ja. heel mooi verhaal. Ja. Daar vertel je ook dat het niveau in Amerika van bandjes vele malen hoger. En je vertelt ook waarom. Omdat ze om de fooie speelden. Ja, ze moeten ja. Als je daar... echt de muziek in wil, dan moet je wel heel graag willen. Dan moet je eigenlijk, dan doe je 3 shows op een avond en je hebt ook nog 2 jobs overdag. Want je speelt voor de fooi, wat heel flauw misschien, maar als je hier 15 jaar geleden van het conservatorium kwam of van een opleiding in muziek, kreeg je ook een uitkering. Dus er was geen urgentie om het echt te doen en dat is daar niet. Toen ik daar op dat festival mocht spelen, dat de regering een subsidie had verleend om ticket te betalen, zei ze. What the fuck? Dat kan helemaal niet in hun ogen. En ik denk ook,
in de Amerikaanse cultuur, maar ook in Ierland en in Frankrijk en in de gypsy cultuur is muziek veel meer een onderdeel van de opvoeding. Dus als jij met familiefeesten bent of wat dan ook, dan iedereen heeft een gitaar of een instrument. Dus dan word je al, dan zit het al dieper. Plus wat ik net zei, van ja, je moet wel echt heel graag willen. Het is niet dat je het daar in je schoot geworpen krijgt. Ik zeg niet dat het hier zo is, maar wel een stuk meer. Het ging hier met schilders ook, hè? Kunst ook. Hè? Dat bedoel ik. Ja. Ja, maar dan komt er ook nog zo'n typisch Jan-Willem Roy verhaal. Wat daar gebeurde. Daar. Je was nog bijna getrouwd. Ja, ja, ja. Vertel. Ja, nou, dat was wel, dat was, ja. Ik ging naar Amerika in 1994 voor de eerste keer. En tot die tijd, al ging 2 dagen naar Limburg, had ik al heimwee naar Knechtsel. Dus ik dacht, heel leuk dat ik daarheen mag, maar oeh, het is 10 dagen. Als ik dan maar volhou, ik kan niet terug. En ik stap uit het vliegtuig en ik stap die stad in, Austin, Texas. En ik heb het gevoel, ja, hier hoor ik thuis. Dit is mijn stad. Dus ik voelde me enorm thuis. Ik ben toen naar huis gevlogen. Een beetje in de war van wat ik voelde. Toen werkte ik in een kippenslachterij bij Ad Somers uit Veldhoven, later in Zon. En toen zei ik, Ad, ik wil de hele zomer zoveel mogelijk overuren draaien, want ik ga in september weer terug naar Amerika. Ik ga naar Amerika en op een van de eerste avonden dat ik weer naar bands ga kijken, want ze speelden iedere avond bands, kom ik een hele, hele leuke dame tegen. En die zegt van, ja, maar jij hoort hier, want je bent echt goed, man. En als je hier wil wonen, ja, dat is echt, dat, ik zou het je gunnen. Ik kan jou misschien helpen een green card te krijgen als ik met je trouw. Maar ze had wel een vriend. Ik zei, nou ja, ik vind het helemaal te gek, want dan kan ik echt blijven. Dus ze zei, ja, oké, laten we het doen. En had ze ook al besloten, dan gaan we in Green, Texas doen. Dat is een leuke plek. En ze vond mij ook wel leuk. We hadden wel een beetje, het was wel frivol, zeg maar. Maar toen heeft ze dat aan de vriend gevraagd. Ja, toen was het verhaal afgelopen, zeg maar. Die vond het geen goed idee. Hoe kom je aan die woordenschat? Want je zegt, ja, studeren was allemaal niks voor mij. Je hebt enorme woordenschat, hè? Ja, maar ik praat veel. Ja, maar je praat frivol. Ik hoor dat nooit meer zeggen tegenwoordig. Ah, nee, dat is het ding. Nee, hartstikke leuk. Zou je alsjeblieft een stukje spelen? Als je ooit, hè? Als je ooit. Helemaal of een stukje van wil je? Wat je zelf wil. Ik kan het allemaal doen. Wat een leuk, jongen. Wat echt, vind het leuk. Ja? Om, je doet dat ook goed. Ik vind het voelt heel thuis. Het voelt heel fijn. En de grap is, ik woon 25 jaar in Amsterdam, zeg maar, eerst in het Oostelijke Havengebied en toen eerst in de Indische buurt. En jij hebt het al omgedraaid, dus ik denk dat wij een extra connectie hebben daardoor. Ik kom daarop terug. De radio speelt voor een hart. Ik heb al liedjes opgespaard voor ooit. Als je ooit mijn whiskyglas is half vol, ooit dan stop ik helemaal. Ooit, als je ooit, als je ooit nog eens terugkomt. Als je ooit een hart van spijt, als je ooit terug bij mij komt, moeten weten, mij raakt er niet meer kwijt. Mijn achterdeur is niet op slot, omdat ik ze open laat voor ooit. Je weet maar nooit, dan doe ik al ons kleren uit. Ik wil alleen maar huid op huid ooit. Als je ooit, en als je ooit nog eens terugkomt. Als je ooit een hart van spijt,
Als je ooit terug bij mij komt, moet je weten, mij raakt het niet meer kwijt. Moet je weten, mij raakt het nooit meer kwijt. Heb je me veel plezier mee gedaan? Alsjeblieft, alsjeblieft. En dan word je wielrenner, net als je broer. Ja, ja. Ja, dat klopt, ja. Mijn broer die werd wielrenner. Waarom die er nou? Hoe dat nou kwam, weet ik niet. Mijn vader is vroeger ook wielrenner geweest, dat wel. Hij was keeper bij de Knechtse Boys en dat ging eigenlijk vrij goed. Maar waarom hij nou gaan fietsen, weet ik niet. Ik zat ook bij de Knechtse Boys, kon geen hout van voetballen. En ben ook gaan fietsen op een gegeven ogenblik. En dan van, ja, daar hebben we... Mijn broer en ik hebben denk ik allebei 10 jaar licentie gehad. Dus wij hebben met het gezin op zondag en zaterdag... reden we uit met 4 fietsen op het dak. 2 reserve, 2 voor de jongens. En dan... ja, de hele Zuidoost-Brabant en de rest van het land door naar de koers. Dat was gewoon een hele mooie tijd. En na de koers zweet en emmer en zo, dat soort dingen, hè? Niet bij mensen onder de douche of, nee, of een camper of zo. Die... Nee, dat is nu denk ik wel, dat ze een camper hebben en zo. Ja. Maar ja, de wedstrijden, en ook hier in de buurt, naar de Ronde van Duizel of de Ronde van Luiks-Gestel, fietste ik gewoon eerst zelf naartoe. Koers en dan weer terug. Maar ja, het was ook een heel select gezelschap in Zuidoost-Brabant. Je kwam allemaal met die families, al die kinderen en de jongens en meiden die fietsen, die kwamen in Gerwe, dan in Kamen, weet ik veel. Je kwam elkaar iedere week tegen op een andere plek, dus er was geen douche, er was nooit een thuiswedstrijd. Dus ook in die zin geen rivaliteit op dat niveau. Je had ook, ik heb een foto gezien uit 2019, Theo van Zandbeek, hè, de echte wielenfotograaf, ja. die alle wielenwedstrijden fotografeert, ja. Waar wij ook heel veel beeldmateriaal altijd van krijgen. Die heeft een foto gemaakt van de koers van de ongeschoren benen, met Guus Meeuwis en Frank Lammers en die jongens. Dan zie ik jou op zo'n rode Specialized. Ja. Een mooie stijl had je. Ja, ik was een kleine sprinter, hè. Een soort, Je ligt laag op die... Laag op, ja. En dat klopt. En volgens mij heb jij, als ik het goed begrijp, die Thomas Voegeler een beetje het... Ja, het was wel veel beweging bij mij. Ja, je was een drama-renner, zeg je. Ja, dat was ik wel. Ja, ik weet nog, ik ben in Knechtsel, de ronde van Knechtsel, ben ik tweede geworden. En dat was ook op een Voegeler-achtige manier, eigenlijk een slechte manier, want ik zat helemaal kapot, er was er eentje ontsnapt en er sprong een jongen weg, daar sprong ik mee, dus ik zou het podium rijden. Ik zeg, joh, ik zit zo kapot, je mag tweede worden, ik vind het lang best. Ik denk, in je eigen dorp, op podium is al top. Maar toen reed hij de laatste bocht voor de finish in Knechtsel, ging hij de berm in. Ik denk, we kijken het maar, ik rijd door. Toen kwam hij nog net heel dichtbij, nog een beetje gas en toen werd ik tweede. Was eigenlijk tegen de afspraak in. Ja, maar je gaat er niet daar staan wachten. Dat is de koers. Ja, dat is de koers, ja. snoei hard, hè? Ja. En toen kwam corona. Ja. Bijna 2 jaar geleden, hè? 12 ja, dat maart. Ja. Dat is 12 maart, ik weet het nog, want we zaten in... We speelden in Best in het theater en de dag erna in ergens in Drenthe, ik weet niet hoe dat daar heette. Maar niet zo interessant. En toen was het afgelopen en we waren net begonnen aan een tour met liedjes van Laagstraat en Ach Zaligman. Daar had ik een dubbel LP van laten maken, een hulp LP's in de auto staan en een hele tour. En als het goed is gaan we die in februari, maart weer alsnog doen. Dus dat is, en alle tijd ertussen is er, ja, iedereen heeft er op allerlei manieren problemen van gehad door ziek te worden of op allerlei manieren is het voor iedereen in alle lagen van de bevolking natuurlijk een enorm ingrijpende, ja, groter dan we nu kunnen bedenken is het volgens mij. Want de jeugd neemt het mee voor altijd, is een soort onbevangenheid kwijt.
ik was vandaag bij toeval in Eindhoven, omdat we iets aan het maken waren voor Omroep Brabant. En in één keer schrok ik van hoeveel mensen er in de stad liepen, want ik heb er gewoon maanden geen mensen gezien. Op dit niveau, zeg maar, zoveel. Dus ik dacht van, dus dat doet heel veel en ik kan er lang en breed over uitweiden en klagen. En dan heb ik ook, dat kan, maar we moeten echt proberen zo snel mogelijk ermee stoppen met die regels en daarmee gaan leven. Dat is denk ik wat we moeten doen. Kan je mij eens proberen stap voor stap mee te nemen in jouw gedachten die daar toen plaatsvonden? Jij merkt, kunnen niet optreden, dat afgezegd, alles ligt stil. Ja. Wat ben je dan zo aan het denken? Want we gaan natuurlijk langzaam zeker naar die koude kermis. Ja, ja, ja. Nou, in het begin dacht ik, oké. Nou, gaan we een paar weken zien. Het idee was ook nog, ook van mijn collega's en vrienden, van een paar weken en dan pakken we het weer op. Niemand had een idee. Niemand had een idee. Dus ik dacht, oké, dan ging ik veel fietsen. Guus Meeuwis, en zijn vriendin, die hadden ook nog, toen nog een woonruimte in Amsterdam. Dus ging vaak met Guus fietsen. Ik vond het eigenlijk in de eerste weken wel lekker. En daarna dacht ik, nog langer, was er aan de hand. En toen werd het steeds omvangrijker. En dat ik dacht, maar mijn werk dan. En toen sloeg het eigenlijk de andere kant op naar binnen. En toen werd ik eigenlijk wel echt depressief van, ik had geen werk meer. En toen zeiden mensen, dan moet je misschien iets anders gaan doen. Zeg maar, ik doe al 25 jaar dit. Wat moet ik nu? Ik weet niet wat. En ja, daarom net over aan de slagerij, had gekund. Maar het is gewoon heel lastig. Als je iets doet wat goed gaat. Kijk, laat ik het nou verprutsen. Dan had ik er wel meer dan gedacht, oké, ik snap het, ik moet ermee ophouden. Maar nu dacht ik, het ging allemaal lekker en zo. Dus die moest ik eerst verteren en toen werd ik chagrijnig en depressief en toen zei mijn vrouw, ga er nou maar eens iets van maken, want daar ben je het beste in, om er iets over te schrijven. En toen ben ik gaan nadenken, denk ik. Oh, over die, ik heb hem, over te schrijven, ja, oké. Ja, het schrijven, ja. En toen, ik zat in Diemen, jou wel bekend, dus ik zat in Diemen, in een heel klein voortuintje van 3x3, denk ik, en ik keek bij de tegenoverburen naar binnen. En denk, eigenlijk zou ik het leuk vinden om, dan had ik al een hele tijd het gevoel om terug in een dorp te gaan wonen, in de camper te gaan wonen. Dat gaat niet, want daar zijn allerlei haken en ogen aan. En ik kan niet werken, dus het voelt dus een beetje als een koude kermis. Toen had ik de titel en toen ben ik gaan denken, waar ga ik hier nou mee doen? En toen ben ik dit gaan maken. Ik vraag dat echt zo hoor, omdat ik heb me vaak toch wel een beetje geërgerd. Wij hebben dat natuurlijk met filmen ook zo gehad, hè? Dat we niks meer, er waren geen openingen meer, geen lintjes meer knippen en zo. Nee. Was allemaal niet, dus we hebben ook zitten dubben van wat gaan we nou toch doen? En toen zijn we de dorpen gaan filmen en wat tussen ook in een beetje het voorjaar, bloembollen die uitkwamen en vonden super. Mensen eigenlijk, en oude liedjes eronder, hè? Van weet je nog wel oudje en die dingen, ja. Vonden ze leuk. En dus ook van, ja, mensen, dit kan toch niet? Je gaat nou toch niet zitten kniezen? En op een gegeven moment dan voel ik dat aan, ja. Maar jij beschrijft dat ook. En dat zou ik toch zo graag nog aan veel meer mensen willen vertellen. Hè? Zo, van, mensen pakken het dan op, hè? Van, je valt en sta dan weer op. Hè? Ja. Ja, maar het is ook het is niet voor iedereen kan dan. Nee. En voor sommigen is het, gewoon hoe hard het ook is. De mensen in de begrafenisbusiness, die zijn drukker dan ooit en fietsverkopers die kunnen niet aanslepen en caravans. En wat ik doe en de horeca die hebben natuurlijk, en wat jullie doen, dat kon niet meer. Dus het heeft nogal wat verschuivingen teweeg gebracht in de wereld. En dan ook de jeugd die dan in puberteit zeg maar, zich moet ontwikkelen en fouten moet maken en goede dingen moet meemaken. Die dan niet kunnen doen. Dus die gaan ook, En toch moet je altijd weer proberen het goede ermee te doen. Maar dat valt niet voor iedereen mee natuurlijk. Ja, maar jij zit natuurlijk met je eigen kinderen ook nog middenin, ja. Hè? Ja, ja, ja. Daar hoor je het ook echt zo mee, hè? Ja, en van vriendinnen en kennissen, dat je ziet dat de puberteitkinderen, zeg maar, die dus, mijn dochter was 15 in 20 en nu dus 17. Dat is een periode dat je het nieuwe leven gaat ontdekken, je puberleven of je, hoe heet dat? Het jong volwassen leven.
En dat kon helemaal niet. Want er was, en dus dan voel je een soort van, er is een soort onbevangenheid gestorven. En dat is, dan moet je maar op zien te vangen. Dan weet ik ook niet hoe dat moet. Zo lang gedacht dat ik alles wel alleen kon. De wereld was voor winnaars, de wereld was voor mij. Zo lang gedacht dat iedereen alleen was. Al voelde het niet eenzaam, alleen was alleen vrij. En toen kwam jij, kom bij mij, het is koud. Was het nou bij jou dat je zei, ik wil dat drieluik voltooien? Of, nee, dit was echt gewoon, de mevrouw zei, ga er iets van maken. Toen ben ik, dacht van, ik was al bezig met die tour in de Brabantse liedjes. Ik denk, ga dat derde luik maken. Koude kermis is het thema. En toen heb ik acht titels in totaal verzonnen. Waar ik over zou willen schrijven. Waar het mooi was. Waar het misschien nog mooi is. En waar het morgen nog mooier kan zijn. Dat was een beetje de achterliggende gedachte. Van, ik schrijf over dingen van vroeger. Niet per se om nostalgisch te zijn. Maar het is wel heel nostalgisch allemaal. Maar het is ook, als je goed kijkt, wat jij zegt. Je kunt ook de bloembollen die uitkomen gaan filmen. Dus het is er allemaal nog wel. Alleen in deze tijd, en dat klinkt heel ouwelullig, maar dat mag, want ik ben 53. Is er wel door smartphone, internet en door de snelheid wat het leven heeft, zie je die dingen allemaal niet meer zo goed. En daar wilde ik eigenlijk met dit boek een beetje naar terug, naar heel kleinere dingen. Maar muziek, tekst, lied en een boek. Ja, ja, ja. Hoe die combinatie? Omdat ik dacht van nou, het kan best zijn dat ik jaren niet meer kan spelen. Ik bedoel, ik heb een gezin met 4 kinderen, ik leef van de muziek, dus ik hou van mijn werk, maar het is ook mijn werk. Ik moet er ook van leven en ik denk nou, cd, dat is een soort wegwerpartikel geworden. Ik dacht van, ik wil er iets meer van maken, dus toen ik ga schrijven. Maar dat heb ik nog nooit gedaan, dus toen, ja, toen zei ik tegen mijn vrouw, die de vormgeving en alle fotografie doet en zo, dan ga dat maken. Ze zei, ik snap niet zo goed wat je bedoelt. En gaandeweg dat ik bezig was, zei ze, nu snap ik hem wel. En toen is zij, heeft er nog iets aan toegevoegd door die foto's zo te maken en de vormgeving. En eigenlijk ben ik er zo blij mee, het is zo leuk geworden. Ik heb gehoord dat je vertelde. En ik hoop dat je dat ook wil opzoeken en voorlezen. Oké. Okay. En ook zingen. En die zweefmolen. Oh ja. Die zweefmolen. Maar wat ga ik lezen dan? Ja, daarover, hè. Over het liedje. Maar niet dat hele stuk nemen. Nee. Gewoon wat jij dat wil. Dat is het eerste stukje. Laat het leven maar zweven. Yes. Even kijken, want hier heb ik... Want ik vind de achterliggende gedachte vind ik ook zo mooi, hè. Ja, precies. Ja. Ah, kijk, dan zal ik even dit... Oh ja, ik zal denk ik dit stuk lezen. Andere kinderen begrepen nooit waarom ik enkel en alleen maar in de zweef zat. Ik eigenlijk ook niet toen. Achteraf denk ik dat de zweef symbool stond voor wat ik toen al heel sterk voelde. Vrij, los, licht, geen begin of een echt einde. Enkel en alleen maar rondjes draaien. Een oerattractie. Letterlijk zweven. Door je eigen heelal. Net als de zon, de sterren en de maan. Ik keek vaak al zwevend naar boven en zag de takken en de bladeren van de bomen verlicht door al die lampjes van de zweefmolen. De muziek stond hard. Alles bij elkaar ideale ingrediënten voor een film in je eigen hoofd. Met mezelf als hoofdrolspeler uiteraard. De zweef gaf me een licht gevoel. Hetzelfde gevoel dat ik later ook kreeg als ik een biertje op had. Het gaf het leven net een andere kleur, een andere toon. Net als bij het luisteren naar mooie muziek, het kijken naar een goede film of het lezen van een spannend boek. Zweven in je eigen hoofd, dat mag altijd. En het mag vaker dan alleen op de tweede zondag van september. Knekselkermis. Heb je toch weer je voorleesbeurt gedaan? Ja, dat heb ik ook gedaan. Ja. Nee, maar speel je dan? Ik ga dit spelen. Maar ik kan het niet. Zal ik een coupletje en een. Of het refrein wat jij wil, ik laat je helemaal. Ik laat het refrein even doen. Dan doe ik het voorstukje. Ik vind ook trouwens wat je vertelde nog. Je was gepassioneerd door. Dan komen die wagens allemaal aan en je laden uit. Ja. En een paar dagen later gaan ze weer door. Ja. Wat jij met theater ook doet, hè?
Ja, dat doe je aan. Dat is Circus Oken. Circus Oken. Zeker, ja. Dat is zo magisch, hè? Ja, ik vond het heel, heel fascinerend. En dat zag ik toen al. Dat ben ik dus zelf gaan doen. Ik vond het alleen heel jammer dat je uitgerekend aan die goede man van Trouw in die podcast moest gaan vertellen hoe een spaarkas de reden. Ja. Ik snapte er helemaal niks van. Toevallig was ik in Wilhelmina vandaag in Eindhoven. Daar hing de spaarkas. Mooi. Hij is er nog steeds, ja. Hij vroeg het van, wat is dat? Ja, de spaarkas. Ja, hoezo? Ja, dan sparen we. Wat? Sparen? Voor de kermis? Voor de kermis? Carnaval? Ja. Ja. Hoe kan dat nou? Ja, hij snapte er niks van. Want hoe lang woon jij in de camper? 40 jaar. Kijk, ja, dat is wel... Dat is wel erg lang, hè? Ja. Ja, dan ben je half campisch, half Amsterdams. Ja, en ik heb, wat ik al zei straks, ik heb 30 jaar spraaklessen geprobeerd te volgen. En het wil maar niet lukken. Dat gaat niet meer lukken. Hooglos ligt geen begin en geen eind, enkel en alleen maar vrij. Oh, laat het leven me zweven, los van mijn tijd, los van de grond. Oh, ik kijk niet naar beneden, want de wereld is wijd en ik draai in het rond. Tussen hemel en aarde en de zon en de maan. Zo heb ik het altijd gedaan. Oh, laat het leven maar zweven. Hey, yeah. En dan denkt hij dat hij hier in een rustige buurt komt. Want dat, zo kennen die het ook. En het leven en ruimte enzovoort enzovoort. En dan wordt hij sinds... Ik denk augustus al zo ongeveer plat gepraat, plat gebeld, plat geluld door alles wat je maar bedenken kan op het gebied van pers. Ik heb gezien zelfs een stuk in de Hint, Eindhoven's Dagblad, meerdere keren, Omroep Brabant en nu als kers op de taart Camper TV. Camper TV. Alsjeblieft. Maar daar beginnen we mee. Camper TV, daar beginnen we mee. Ja. Wat ik heel bijzonder, ik zag je zondagavond ook nog bij Kraak zitten. Nou, is toch, ik vind het echt geweldig. Ja. Ik vind het echt geweldig. En dan zit je daar ook nog bij een uitgetreden non die toch alle aandacht bijna pakte. En ja, die wilde heel graag praten. Nou, dan moest je knokken, hè. Dan moest je knokken. Ja. Maar ik vond het wel heel mooi. Ja, ik vond het prima. En ik vind het initiatief. Dus waar is nou die rust en die ruimte? En die, Nou, die is er nu niet en dat is me goed ook, want ik heb 2 jaar niks gedaan. Dus, maar het is... Het is wel ontzettend leuk op de verhalen die erin staan. Het zijn ook foto's van mijn privécollectie van vroeger, van familie, van mezelf. De reacties van de mensen, dat ze eigenlijk allemaal in hun eigen oude fotoalbums gaan kijken. Oh, ik heb hier nog een foto van de kermis dat ik in... maar niet alleen in Brabant, maar ik heb ook berichten van mensen uit Drachten en vanuit Limburg en Groningen. Die zeggen... Het was hier niet anders, zelfs van iemand uit de Haagse Schilderswijk. En dat vond ik echt zo gaaf, want het is niet zozeer alleen maar dorps, het is volks. Het is dat als je de voordeuren openstaan en je loopt bij elkaar naar binnen en je groet elkaar, dat is eigenlijk meer volks dan dorps misschien wel. Want waar jij opgegroeid bent, in Betondorp Amsterdam, was het niet anders. Denk ik. In die tijd, ja, zeker. Ja, toch? Ja, zeker. Dus het is meer, dan komen we weer terug bij het punt waar ik hiervoor was. Straks was wel ook eigenlijk zeker, maar dat is heel Brabants. Want daar ben ik pas sinds kort achter. Van zorg, een beetje meer voor elkaar zorgen. Een beetje meer voor elkaar willen doen. En dat, dat zit eigenlijk ook in die dorpsigheid van vroeger, zeg maar. En of het nou een stad was, of in Limburg, of in Groningen, in de Kempen. Dat is eigenlijk hetzelfde. Het gemak in haar hoogopslag. Als je achter hem rijdt, ja dan stopt een tijd, maakt niet uit hoe vroeg of laat dat je komt. Ze ziet hem wit veel meer dan jij denkt, maakt daar geen woorden aan vuil. Zoals zij door het leven danst, dat kunt alleen maar een beetje jaloers op zijn. En in die ogen komt er altijd thuis.
Ik zie, ik heb ook begrepen dat ze bij Omroep Brabant een achtdelige serie gaan maken. Ja. Over natuurlijk de acht nummers. Ja. En ik wilde natuurlijk niet alles over vertellen, of misschien helemaal niks over vertellen. Maar ik ben nou zo benieuwd, hè? Die Mintje. Ja. Want jij hebt daar ik heb het opgeschreven. Anders. Hoe gaan ze dat verhaal, dat liedje, hoe gaan ze dat nou toch uitwerken? Want hoe beleef ik nou zometeen als kijker, hè, want ik ben een kijker, om in haar ogen kijkend thuis te komen? Ja, dat is wel een goeie, ja. Hoe gaan ze dat doen? Ja, dat weet ik wel. We zijn wel bij Mintje langs geweest al. Ja, dat dus dan er. Kijk je in haar ogen, maar dat zegt nog niks. Dat klopt. Ik zeg ook, van de week sprak ik iemand zeggen, nou, ik gun iedereen een Mintje in zijn leven, want eigenlijk kent iedereen wel een Mintje. Zo'n vrouw die altijd positief is en die dan als je achterom komt of binnenkomt, of zegt van, oh, is goed, wil je iets drinken? Gewoon waar het oké is en gemakkelijk is en fijn is. En niet dat er zoveel Mintjes zijn, want ze is redelijk uniek, alleen zegt ze zelf, ja, dat valt wel mee, natuurlijk zegt ze dat. Maar hoe ze dat gaan uitbeelden, weet ik niet. Ik weet wel dat ze doen dus, we zijn bij Mintje geweest, ik met Ruud, haar zoon en ik dus. En ze gaan ook nog een andere vrouw die een soort van spreken, die ook een soort Mintje-achtige kwaliteit heeft, geloof ik. Dat weet ik eigenlijk niet zeker, maar dat gaan ze wel, geloof ik, doen. Ik heb dat stukje in die podcast gehoord dat jullie daar bij haar in de deur komen. Ja. En ja, eigenlijk was jij gewend om achterom te lopen. En ja. Dat vond je een beetje spannend met die man erbij. Ja, ik denk, dan schrikt ze zich kapot. Als ik met drie man achterom kom, na 10 jaar, ik was al lang niet meer geweest. Oh, heel erg. Ik heb aangebeld. Ze zei, oh Jan Willem, kom binnen. Ja, ze snapte er helemaal niks van. Dat kan je zo mooi horen, hè. Dat was een mooie opname. Ja. Nou heb ik nog een vraag. Waarom is het eigenlijk wel een kwestie van geduld? Maar liedjes in het Brabants, is dat volgens mij toch niet helemaal zo? Of zie ik dat verkeerd? Dat snap ik niet helemaal. Het is een kwestie van geduld. Van Rohezen. Want ik ben zelfs... Ik ben een fan van Rohezen, en dat had ik je moeten vertellen. Ik word er voor hem. Ja, ja, ja. Goed, nou moet ik de benzine uitgegooid. Nee, maar ik moet steeds maar aan jullie denken. Ah ja, aan Jacques en... En aan jou. Ja, ja. Want er zit zeker in het theaterverhaal, er zit zoveel overeenkomst. Ja, maar ik ken Jacques wel. En als ik hem spreek, dan klopt dat ook wel. Dat is een soortzelfde bloedgroep, alleen... Ja, hij in Limburg en ik, maar dat scheelt ook niet zoveel, want hij woont maar net in Limburg, hè? Noord-Limburg. Serum, hè? God, vlak bij Serum. Naar Oost-Amerika. Ja, omdat zij gaan met de theater toe door het hele land, hè? Ja. Maar dat vond ik wel heel bijzonder. Ik was ooit als kind een keer in Carré geweest. Oh ja. Daar had je met luilak altijd, dan gingen heel veel kinderen gingen rotzooi maken in de stad. En dan gingen ze al die theaters, gingen ze film vertonen, s'nachts om 4 uur, hè, om ze van de straat. Geweldig. En dan zijn we helemaal van school helemaal daarheen gelopen. En dan kreeg je een theatervoorstelling in Carré, s'nachts. En dan was je weer rustig, dan ging je naar huis. Dus ik wou nog eens een keer terug naar Carré en verdomd, Rohezen treedt daarop. Ja, goed man. Ja. Ik denk, daar gaan we meemaken. Ja. Carré zat half vol. Oh, en ze zongen allemaal dapper mee en ik snapte helemaal, ik denk dat ze dat hier allemaal kennen. Ja. Nou bleek dat het allemaal mensen waren die ooit in Limburg geboren waren. En in Amsterdam wonen. En die denken, hey, daar ga ik eens even lekker op. Dan gaan we lekker naar nostalgie pakken. Maak jij dat nou ook mee, dat je doodleuk in het Brabant zingt overal? Ja, ja, maar dat, en ik denk, kijk, als je in het Fries zingt, dat is een taal, hè? Dat is moeilijk te verstaan. Ja. En echt zwaar, Zuid-Limburg is ook redelijk moeilijk, het staat allemaal wel trouwens, maar Brabants is eigenlijk een accent en het heeft natuurlijk heel woorden, als je hier voor het eerst komt, dan denk je, waar hebben ze het in godsnaam over? Maar het is wel te volgen. En als ik in Drenthe of Groningen of Gelderland speel, dan snappen ze het wel, hoor. Dus niet dat ze het niet snappen. Alleen hier vindt het meer bodem natuurlijk, omdat het hier vandaan komt. Dat is logisch. Zit er ooit een duet in? Met Jacques? Dat zou wel leuk zijn, ja. Ik heb hem eigenlijk nooit gevraagd. Ik vond zijn laatste plaat ook heel mooi, zijn soloplaat. Blauwe Veer heet die. Ja.
Vond ik ook heel mooi. Ja, ik ben gek op hoe Jacques schrijft. Hij schrijft echt kleine schilderijtjes. Hè? Is mooi, hè? Ja, heel mooi. Ja, ik vind het ook heel mooi. Maar nou zit jij straks in je voortuintje in Diemen. 3x3 meter. Ik wil het even erbij zeggen. Ja, meer is het niet. Is het nou niet zo dat het dat als jij nou straks terugkomt, dat je dan van een koude kermis thuis komt? Oh nee, want het is niet zo. Ik zou best heel graag terug in de camper gaan wonen. He, ik zeg altijd, zou wel een huis willen waar ik omheen kan lopen. Ja. Want ik woon nu al 25 jaar of in de flat of in een tussenwoning. Prima hoor, niks mis mee, maar ik zou dat wel willen. Maar het is niet zo dat ik die me niet prettig vind. Het is ook, ik woon in een heel fijn straatje, we hebben hele goede buren. Dus het is niet zo dat ik er standtepede uit moet, maar ik zou het wel op zich wel leuk vinden om nog een keer terug te keren. Is het speciale torentje er nog langs de Rijksweg? Ja. Een aparte vorm? Ja. Dat is zag ik als kind al, hè? Ja, dat zeker. Mooi is dat eigenlijk, ja. Nee, het was een beetje. Weet je wat ik eigenlijk vind? Dat wou ik toch ook nog even aansnijden. Ik vind jou heel erg openhartig. Ja. Voor mij, voor een Brabantse jongen. Ja. Die iemand nog helemaal niet kent. Want als ze je op een gegeven moment veel beter kennen, dan vertellen ze ook best wel wat meer. Maar zeker in het begin, dan is het toch wel wat gesloten allemaal. Ja, dat klopt, ja. Dan ben je mega openhartig. Hoe jij ook tegen die Erik Jan, zo staat de buurt over je moeder en zo. Ja, klopt, ja. En denk ik, godverdoe je nog aan toe. Dat maakt op mij altijd heel veel indruk, als mensen zo zijn. Wat ik niet helemaal begrijp, of... Jij hebt een heel mooi lied over je vader geschreven. Ja. De verloren zoon. Ja. En het was een soort eerbetoon aan, en een dankbaarheid ook volgens mij, dat hij altijd met respect jouw keuzes heeft gevolgd. Ja, ook, ja. En niet eens gaan zitten zeuren en zou je dat dan wel doen, jongen, weet ik zo allemaal. Hij heeft dat altijd, dat heb jij heel erg gewaardeerd. Ja. En dat waardeer je nu zeker. Ja, zeker. Zeker. Omdat je het met je eigen kinderen ook meemaakt natuurlijk, hè? Ja. Maar... Waarom heb jij nooit een eerbetoon aan je moeder geschreven? Heb ik ook. Ja, is dat zo? Ja, Jacques Spullen. Dat heb ik ook gemaakt. Ja, maar die was al eerder dood, dus ja. Ja, ik vond namelijk, eigenlijk, hè, als ik het zeg, als ik het heel eerlijk, of maar ik kan het helemaal verkeerd zien, maar als ik het allemaal zit te volgen, jouw verhaal lijkt dat niet ongelooflijk veel op jouw moeders verhaal. Nee, ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar nee, ik ben niet... daarom zei ik net, ik hoef niet standtepede weg uit Diemen. Ik zou het leuk vinden om het te doen, maar als ik daar nooit meer weg zou gaan, zou ik het niet... Je moet altijd wensen houden. Nee, maar ik vond het zo... Jij vertelt ook zo ontzettend eerlijk van... Ze kwam van Meerveldhoven. Ze voelde zich in Knechtsel niet thuis. Ja. Ze sprak de taal niet. Ja. Het ging allemaal heel anders. Ze vond het niet. Ze ging ook op een gegeven moment ging ze aan de drank en zo. En al die dingen. Ja. En dan denk ik... Maar ze is gebleven. Ja, maar dat heeft ze zelf voor gekozen. Jullie. Ja, voor heeft jullie. Ze wilde dat voor ons doen. Dat zou ik niet doen. Ik zou niet voor... Maar kon ik jou toch ook zeggen? Mijn oudste drie, dat zijn Amsterdammertjes. Ja, nee, maar die gaan ook niet meer mee. Mijn vrouw is een Haagse. Klopt. En daar zijn de dingen waarom ik misschien, dat het misschien nu of morgen niet kan. Maar is dat dan niet dezelfde soort? Er zitten dezelfde soort dingen. Kijk, dat klopt. Dat was een ding. Maar het is zo, als ik er een ongelukkigheid aan over zou houden. Dat het echt gaat wringen. Het zit nu in een verlangen en een nostalgische drang, zeg maar. En ook dat is oké. Maar wat ik zei, ik kan happy zijn in Diemen, maar als ik echt last van heb, dan zou ik dat niet zo ver laten gaan, want ik heb het voorbeeld gezien. Vond je het een vervelende vraag? Ja, nee, ik vond het geen vervelende vraag, maar nee. Maar ik moest me wel even proberen recht te zetten. Luister horen, die ode aan je moeder. Ja. Denk hoor. Ik rij naar het zuiden, weer die A2, 125 kilometers heen. Oh, ik wil naar je toe, kijken hoe het ervoor staat, meegaat, ik wil naar je toe. Als je zacht praat en vraagt, ben je weer in het land. Als je wegkijkt en afdwaalt,
Ik voel de kou in je hand. Weerloos die stem en die blik in je ogen. De dagen geteld en tijd vervlogen. Het is een stukje van het liedje. Ja. Waar wil je nog aan mij kwijt? Dat ik het een heel fijn interview vond met je. Dat wil ik wel aan je kwijt. Dat vond ik ook. Ja, en dat ik het... met veel plezier heb gedaan en verder... verder niet. Verder is het goed. Ja, ik wens je ongelooflijke mooie avond in de Leenhoeve. De nieuwe Leenhoeve in Knechtsel. Ja, 2 dagen. 19 en 20 maart. Maar ze zijn al bijna uitverkocht. In ieder geval de 19e. Maar ja. dat wordt een hele leuke avond. Dat is echt een homecoming, om het zo goed Brabants te zeggen. Geweldig. Ik gun het je. Mooi. Oké. Okay. Goed.